And I need you to keep believing. Barack Obama has failed America. De macht ligt niet alleen hier, maar ook hier, bij het Supreme Court. Het Hoge Rechtshof staat op het punt Obama's plannen om zeep te helpen. En kijk eens wie we daar hebben. George W. Bush. Welkom bij Verkiezingen VS. Ik ben vandaag in Washington en ik sta niet vaak voor dit gebouw, maar dit is wel een heel belangrijk gebouw voor de Amerikaanse president. Dit is namelijk de Supreme Court of the United States, het hoogste gerechtshof in het land. En het is heel machtig hier. Dat bijvoorbeeld abortus legaal is in Amerika, komt niet door een wet die het parlement heeft aangenomen. Nee, de rechters hier hebben dat ooit bepaald. Het is anders dan in Nederland. En dat Hoge Rechtshof kan de president danig dwars zitten. De rechters namelijk, 9 rechters in totaal, moeten zeggen of de wetten die parlement en de president aannemen overeenkomen met de grondwet. En op dit moment buigen ze zich over Obama's zorgwet. Hij wil iedereen zorgverzekering geven. Deze rechters gaan kijken of dat wel mag van de grondwet. Een spannende zaak en daarom is het dus goed om eens te kijken naar wat dat Hoge Rechtshof nou precies doet. Eén keer per jaar poseren ze, maar er zijn geen camera's welkom in de zaal. John Roberts leidt het hof. Hij is net als alle rechters voorgedragen door een president, benoemd door de Senaat. Zo'n benoeming geldt voor het leven. De rechters dienen soms wel 30 jaar. Obama benoemde de eerste Latina, Sonia Sotomayor. Er zijn 4 linkse rechters en 5 rechtse. En omdat de conservatieven in de meerderheid zijn, neemt het hof vaak rechtse besluiten. Nu buigen ze zich over de zorgwet. Affordable healthcare now! Affordable healthcare now! Protect the Constitution! Protect the Constitution! Een historische zaak. Mag de regering van haar burgers eisen dat ze zorgverzekering kopen? Ja, zegt Obama. De federale overheid mag handel tussen staten in banen leiden. En aangezien iedereen ooit zorg nodig heeft, valt die verplichte verzekering onder die handelsbepaling. Tegenstanders zeggen, de regering verzint hier nieuwe handel en dwingt burgers iets te kopen, ook als ze dat niet willen. Tijdens de hoorzittingen bleken de rechters heel kritisch over die zorgwet. Het is een command. Een mandate is een command. Obama voelt zich in het nauw gedreven en zet het hof onder druk. Ultimately, I'm confident that the Supreme Court will not take what would be an unprecedented, extraordinary step of overturning a law that was passed by a strong majority of a democratically elected Congress. En daar zijn de Republikeinen woest over. I think what we had here was a direct effort by the president to intimidate the court during a time when they're making a decision on one of the most important cases in the history of the country. Het Hoge Rechtshof is al heel lang omstreden. George Bush dankte zijn presidentschap aan het hof. Een hertelling van stemmen in Florida werd stilgelegd in opdracht van het Supreme Court, tot woede van links. 2 jaar geleden besloot het hof dat bedrijven en burgers ongelimiteerd geld mogen uitgeven aan politieke reclame. Wat ertoe leidde dat vooral Republikeinse miljonairs honderden miljoenen pompten in campagnes tegen Obama. Dus wie de meerderheid van de rechters aan zijn kant heeft, kan het ver schoppen, weet ook Mitt Romney. In his first term we've seen this president try to browbeat the Supreme Court. In a second term he would remake it. Our freedoms would be in the hands of an Obama court. Not just for 4 years, but for the next 40. And we must not let that happen. Het Hoge Rechtshof is dus enorm belangrijk, ook bij de presidentsverkiezingen. We praten met een Supreme Court watcher, Adam Liptak, van een van de beste kranten van Amerika, de New York Times. Mr. Liptak, this is such an important year for the Supreme Court. How big are the stakes? They couldn't be bigger. It's literally probably the biggest case of the century. It's a real clash between President Obama, whose most important piece of domestic legislation is at stake, and the Supreme Court, dominated by 5 Republican-appointed Supreme Court justices. The Supreme Court basically can derail a legislative agenda. How do they have that power? Under the American Constitution, which is not the only way to run a government, the Supreme Court has the last word on whether a piece of legislation passed by Congress, signed by the president, is consistent with the Constitution or not. And several times a year, they will strike down a law and say, we have the last word, we don't think this legislation is constitutional. And then what can the president or can the Congress do?
they're basically stuck. The Supreme Court has the last word. The idea that the government can force you to buy something, why is that wrong? Because a lot of countries have that. You're forced to have a driver's license if you want to drive. So why? What's not constitutional about that? So we'll find out what the Supreme Court has to say. The theory of the people challenging the law is that it's one thing to put additional conditions on an activity you've already decided to engage in. So if you want to drive, you have to get a license, you have to get insurance. But if you're just sitting in your living room and you've made the choice, say the challengers, that you're going to not get insurance and you're going to take your chances, they say you should have that freedom and the government shouldn't force you into the economic transaction. Now, this court is very conservative, isn't it? By historical standards, it's quite conservative, and it's also quite divided. There are five more conservative justices, four more liberal ones, and on a big case like this, you often see a 5-4 decision. And there's one split voice, the Justice Kennedy, who can go this way or that way, right? Justice Anthony Kennedy is the median justice, the swing justice, although more conservative than not. He swings, but he tends to swing to the right. So the president appoints these people, so that is crucially important to the parties, when even in this election year, to have the guy who will actually appoint these people, right? Yes, and Supreme Court presidents get 2 4-year terms at most. Supreme Court justices serve for life. So that John Roberts has been on the court for 7 years. He's only 57 years old. He'll probably be on the court for another 20 years. So a Supreme Court appointment may be the most important thing an American president does. And it's done some controversial things in recent years, like in Bush v. Gore, delivering the presidency to George W. Bush, or in a case called Citizens United, really freeing up the spending in political elections. Yeah, I think that after the 2000 verdict, I mean, people were just saying, well, what good is the Supreme Court? It's just a bunch of partisan hacks, either left or right. Well, I'll say this, though, that when you take polls on what institutions in American government are most respected, the Supreme Court is at the top of the heap. Why? Congress, the presidency, people hold the government in general in quite low regard. The Supreme Court is still much more respected than those institutions or than professions, lawyers, journalists. People like to believe in the Supreme Court. There has always been this tension, I guess. Yes. No, the presidents, it drives them crazy that they're elected democratically. They pass legislation by Democratic majorities, and 9 unelected people get to decide whether that works or not. That's the American system, though. Amerika stemt staat voor staat. Er wordt om elke staat apart geknokt. En daarom kijken wij elke week naar 1 van die staten. En dit keer gaan we naar het diepe zuiden. We gaan naar Louisiana, gesticht door de Fransen. Vernoemd naar Louis XIV, koning Lodewijk XIV. In het jaar 1803 kochten de Amerikanen dit land van Frankrijk voor $15 miljoen. Dan weten we dat ook weer. De hoofdstad is niet New Orleans, wat je misschien zou denken, maar Baton Rouge. Dat zien we overigens wel vaker. Hè? Bijvoorbeeld in de provincie Noord-Holland heb je dat ook. De grote stad is Amsterdam, maar de hoofdstad is Haarlem. Nou, verder lijken Noord-Holland en Louisiana totaal niet op elkaar. Er wonen hier zo'n 4,5 miljoen mensen en dat vertaalt zich natuurlijk ook in een aantal kiesmannen. 8 kiesmannen om precies te zijn. Louisiana is natuurlijk de staat die we kennen van orkaan Katrina. Er vielen 1800 doden, mensen zaten dagenlang op daken te wachten op hulp. Maar het is ook een staat die bekend staat om heel veel corruptie. Er is hier ooit iemand opgepakt, een parlementslid, omdat hij $90.000 in zijn ijskast had liggen. En hij kon niet uitleggen hoe dat daar terecht kwam. Iemand die we ook moeten noemen, een inwoner van Louisiana, is Bobby Jindal. Die wordt vaak genoemd als vicepresidentskandidaat voor de Republikeinen dit jaar, de gouverneur van Louisiana. Goed, hoe stemmen ze in het land van de po'boy sandwiches en de gumbo soep? De zwarte stemmen democratisch en de meeste blanken die stemmen rechts. En dat zien we ook bij eerdere uitslagen. Als we gaan naar het jaar 2000, dan zien we dat George W. Bush wint met 53% van de stemmen van Al Gore. 4 jaar later, het mandaat van Bush neemt toe, 57% van de stemmen. En een jaar later, dan vindt Katrina plaats. En dan zou je denken, de mensen zijn zo boos op Bush. Misschien kunnen de Republikeinen het hier wel gaan verliezen. Dat de Democraten dat omzetten in winst in 2008. Nou nee hoor. De Democraten verliezen hier 40% voor Obama en 59% voor McCain, Palin. Dus we kunnen ook nu al zeggen, Louisiana blijft in 2012 Republikeins land. Elke week laten we je spotjes zien, ook deze keer weer de belangrijkste argumenten van de twee kandidaten en hoe ze de kiezers proberen te overtuigen. I'm Barack Obama and I approve this message.
over the top, erroneous, out of context. Big Oil's new attack ad. President Obama's clean energy initiatives have helped create jobs for projects across America, not overseas. What about Mitt Romney? As a corporate CEO, he shipped American jobs to places like Mexico and China. As governor, he outsourced state jobs to a call center in India. He's still pushing tax breaks for companies that ship jobs overseas. It's just what you'd expect from a guy who had a Swiss bank account. De vorige bewoner van dit pand, George W. Bush, heeft zich tot nog toe veel op de vlakte gehouden over zijn opvolger. Maar laatst zei hij toch even iets over Obama en over zijn herinneringen aan zijn tijd hier. It's kind of a daunting feeling. I mean, you've served, you've given it your all, and all of a sudden you got some years ahead of you. And I have decided to stay out of the limelight. I mean, I had plenty of the limelight. I don't think it's good, frankly, for our country to undermine our president, and I don't intend to do so, but I do intend to remain involved in areas that I'm interested in. And so the Bush Institute, run by Glassman, is an opportunity to be engaged in public policy in a positive way. You know, I often ask, do you miss the presidency? Really, I really don't. I mean, I enjoyed it. It was an unbelievably interesting experience. Yeah, I mean, it was inconvenient to have to stop at some stop signs, stoplights here coming over here, but I guess I missed that. But I do miss being commander-in-chief a lot. I mean, I admire our military a lot. And the Bush Center will give me, Institute gives me and Laura an opportunity to repay as best as we can our vets. Presidenten zijn vaak gefrustreerd over het Hoge Rechtshof. President Nixon was woedend op ze. President Roosevelt probeerde zelfs het aantal rechters uit te breiden van 9 naar 16 in de hoop dat ze dan meer met hem eens zouden zijn. En ook bij deze presidentsverkiezingen speelt het Hoge Rechtshof echt een belangrijke rol. De Republikeinen weten dat als Mitt Romney wint en hij de nieuwe president van Amerika wordt, dat ze dan dat Hoge Rechtshof voorgoed kunnen veranderen. Er zijn nu 5 conservatieve rechters en 4 linkse, maar als Mitt Romney de volgende rechter mag benoemen, dan wordt het een duidelijke meerderheid voor de conservatieve rechters. Barack Obama en zijn aanhangers willen dat koste wat koste voorkomen. En daarom speelt dit gebouw, het Hoge Rechtshof, zo'n belangrijke rol bij de presidentsverkiezingen. Blijf ons volgen. Graag tot volgende week.